paar mensen voor nodig die aan dit product hebben meegewerkt. Ik weet niet, hebben jullie het single al gekocht trouwens? Nee. Dat is mogelijk vanavond, hè? Ja, dat kan zo meteen, hè? Daar verzin je nog wel iets voor. Ja. We hebben nog wel een jongen die even in de kassa kan doen, of een mooie dame die dat straks even voor je wil doen. Ja, maar zij is er heel goed mee. Zij heeft in Zuidwolde ook gedaan, hè? Ja, hè? Nou, dan is dat bij deze al geregeld. Ja, Kevin, ik ga hem erbij pakken. Ja, doe eens. Nee, Martijn niet. Nee, die til je niet zomaar op, hoor. En dan moeten we even wat mensen naar voren halen, Hendrie, hè? Ja. Zullen we dat eens even gaan doen? Nou, we gaan hem eerst even naar jou uitreiken, Kevin. Oké. En dan zie ik tot mijn grote schrik dat je, denk ik, achterin staat. Ik denk het ook, ja. Dat doe ik al vaker. Jan Smit. Jan. De achterste. Het is de achterste. Beetje voorzichtig, hè, want het is maar gewoon actionglas. Lieve mensen, dan het moment suprême. De single dit is Martin. Nee, Martin, die halen we er zo bij. We gaan even. Ik ga de uitreiking doen, Kevin. Doe jij de regie? Goed. We gaan hem even uitreiken aan Kevin, de nieuwe single. En ik moet eerlijk zeggen, het is een fantastisch mooi nummer geworden. En we gaan daar hoge ogen mee gooien. We hebben vandaag de clip opgenomen, dinsdag wordt hij gemonteerd. Dan is hij ook te zien bij TV Oranje en bij Sterren.nl. Maar we hopen natuurlijk dat jullie zometeen de single gaan kopen. Maar ook zeker gaan downloaden, want hij is uitgebracht onder Kevin zijn eigen label. En dat is Dutch Star Music Productions. En we zijn blij dat we hem hebben. De nieuwe single van Kevin Smit. Dankjewel. Kijk, dat is mooi, dames en heren. Dankjewel. Het is toch fantastisch. Even een foto maken, jongens. Het is de nieuwe single van Kevin Smit. Die komt in de schuurtje tang, hè? Die komt in de schuur, hij is mooi. Nou ja, achter een zanger hoort natuurlijk een producer, een man die alles bedenkt. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat een tijdje geleden met mijn vrouw in de auto. En we waren druk aan het zoeken naar nieuwe singles. En Kevin die had een single gevonden. Zei hij tegen mij van, nou, misschien is dat een mooie plaat. En die plaat die heette Vier Vrienden. Die wou hij graag zelf opnemen. Nou, we zijn aan het denken gegaan, kan dat niet. Maar dat is dan toch een plaat voor een man die zowat 50 is. Dus we hebben besloten dat we voor Kevin een nieuwe single gingen uitzoeken. En ik was met mijn vrouw naar Duitsland toe en daar hadden we een album gekocht. En daar hadden we een nummer op gevonden, mijn vrouw. Die zegt van, nou, dat is een fantastisch mooi nummer voor Kevin. Dus die zijn we mee naar Martin Sterker gegaan. Hij staat hier, Martin komt er eens even bij. En tot onze grote schrik heeft Martin daar zoveel aan lopen te verbouwen, dat we uiteindelijk het eindresultaat... Ja, daar staat niks meer op. Het lijkt er niet meer op. Het lijkt er niet meer op, maar het idee was goed, hè? Het basisidee was dermate inspirerend dat we daar een totaal nieuw liedje uit hebben kunnen bouwen. Ik hou ervan om zo'n prikkel te krijgen. We hebben daar een ontzettend mooi liedje van gemaakt. Dus met dank aan Yvonne. Ja, helemaal top. Dankjewel, Yvonne. Applausje voor Yvonne! Ja, we hebben er samen hard aan gewerkt. We hebben gewoon net zo lang gezocht om weer even die ene match harder, die ene klik van dit is een mooie plaat. En dames en heren, ik weet niet of u het weet, maar ik ben zelf meer een teamworker. Ik hou ervan om met z'n allen aan zo'n product te werken. Dus samen met Hendrie, Kevin en iedereen eromheen die maar mee kan denken, hebben we dit product gemaakt. Dus iedereen die daar ook credit aan is, laat me zo zeggen, hartstikke bedankt. We hebben ons best gedaan. We hopen dat u een hele mooie single gaat vinden. En dat ook de radiostations het helemaal grijs gaan draaien. Want dan verdient deze plaat, al zeg ik het zelf, zeker. Veel succes ermee. Dames en heren, applaus voor Martin Sterk. Hè? En dan hebben we natuurlijk ook voor jouw studio. En dan verwacht ik natuurlijk dat hij naast de gouden plaat van Jannes komt hangen. Is dat mogelijk? Ja hoor, tussen de rest van de gouden platen. Nou, hij is nog niet. Nou, Martin, kom. Heb je hem op de kop, denk ik, of niet? Nee, valt mee. Dames en heren, applaus voor Martin Sterk. Martin, dankjewel. Ja, is goed. Ja, dan achter een jongen, een jonge snuiter die ik al heel lang ken eigenlijk, vanaf zijn 16e, was in de tijd dat hij nog met Harry Jansen meeging. Ja, dat klopt. Dan kwam ik je al heel vaak tegen, dat je altijd zo met de microfoon stond. Met mijn in-ear. In-ear, hij moest overal in-ear hebben altijd. Maar achter zo'n jongen, daar zitten natuurlijk een vader en een moeder. De makers ervan. De makers van dit product. Nou, ze hebben een mooi product afgeleverd, of niet? Nou, dat is erg enthousiast. Het is wel een beetje uit de hand gelopen, een beetje uit elkaar gegroeid. Misschien is het wel leuk om je ouders er even bij te halen. Ik zou ze heel graag even naar voren hebben, mijn moeder en mijn vader. Dus, is dat leuk mensen? Kijk, ik weet dat mijn moeder niet van de spotlights hebt. Nou, de camera is erbij met de spotlights. Dus ik zou zeggen, mam en mijn vader, die moet van achteren komen. Heel ga ja. Kom er even bij. En ook mijn vader.
Ja, die moet een beetje rustig aan doen. Ja, want die is net uit het ziekenhuis gekomen. Ja. En we zijn blij dat hij erbij is. Absoluut. En ik ben ook blij dat mijn moeder erbij is, dames en heren. Want een jaar geleden toen, of twee jaar, drie jaar geleden zelfs weer, toen was het met haar flink mis. Maar ze staat er. Applausje voor mijn moeder. Yeah. En dan ook mijn vader. Hij doet echt wel rustig aan, hè? Hij heeft het echt... Henk, een beetje tempo, jongen. Goed van de arts begrepen. Rustig aan doen. Kijk eens, papa. Je moet even met de rug naar de mensen hier. Ja, nee, je vader die houdt niet zo van de spotlights, hè? Kijk, hoe leuk is dat als je gescheiden ouders hebt, dames en heren. Ze staan toch even naast elkaar. Hoe leuk is dat? En ook nog arm in arm. Misschien dat ze elkaar zo nog wel een kusje geven. Je weet het niet. Nou ja, waarom nog niet, hè? Ik denk, Kevin, ik heb ze achter je neergezet. Oké, super. Nou, dan begin ik even kijken, omdat ik het zo vind dat zij me enorm gesteund hebben. Vorig jaar was voor mij een heel moeilijk jaar. En ik ga niet te veel in de details, maar dit zijn mensen die me enorm gesteund hebben. Pap, deze is voor jou. En deze is voor mijn moeder. Kijk, mijn moeder heeft de tranen in de ogen. Alsjeblieft. Een applaus voor mijn vader en moeder, dames en heren. Dankjewel. En niet laten vallen, want het is gewoon actionglas. Okay. Nog één keer een applaus, dames en heren, voor mijn ouders. Dankjewel. En dan, dames en heren, het café vandaag. Ik wou graag ook even Simon Jonker, maar ik denk dat hij met een hapjeschaal rond is. Is beter ook. Wat zeg je? Ja, die staat natuurlijk weer buiten. Die zag erbij al aankomen. Nou, Maris. Waar is Maris? Maris. Maris, kom maar even bij Frans. Of laat ik eerst even voordat... eigenlijk moet even Simon gewoon naar voren komen. Simon moeten we er even bij halen. En ik heb hier natuurlijk ook de steun en toeverlaat die mij in een moeilijk jaar tot zich heeft genomen. Ja, tot zich heeft genomen. Ja. En het is letterlijk en figuurlijk gebeurd. Deze is voor jou, Henry. Dankjewel voor het hele verhaal. Heel graag gedaan. Ik ben trots op je. Dankjewel. Woorden. Schieten tekort. Schieten tekort. En waar is die Jonker nou? Heb je geen speech voor mij trouwens ingestudeerd? Nou, ik heb een hele mooie speech. Want kijk, natuurlijk in dat moeilijke jaar waar ik net al een beetje over vertelde. Toen heeft Henry mij gesteund. En die heeft binnen een jaar hebben we alles, ondanks dat heel veel mensen mij gesteund hebben, mijn ouders, Appie, Hilbers en Klaasje natuurlijk niet vergeten. Ook even een applausje daarvoor. Die hebben mij enorm gesteund. En voor iedereen die ik vergeet, die ook enorm bedankt. En dan hebben we hier natuurlijk de man waar het allemaal mogelijk wordt gemaakt vandaag. De man van de frikandellen. Ja. Simon, je moet even een beetje draaien. Kijk, dan is deze speciaal voor de kroeg. Ik hoop dat hij een mooi plekje krijgt. En ook Simon bedankt voor het hele verhaal vandaag. Wil je nog een woordje zeggen? Ja, hij heeft geen grote speech in ieder geval. En hij krijgt een mooi plekje in de kroeg. Helemaal een plek uitgezocht, toch? Ja, we hebben vanmiddag een plekje uitgezocht, hè? Maar jij wist nog helemaal niet dat hij kwam. Oh ja, zo. Hey, Simon, hartstikke bedankt. En ook Henry, iedereen. Heel graag gedaan. En nou heb jij natuurlijk, waar jij al een beetje over vertelde, over die plaat, hè, vier vrienden. Ja. Dat ik hem niet mocht opnemen. Ja, ik snapte dat wel. Hij past niet echt bij mijn leeftijd. Maar het leuke is dat hij er nou gewoon een dikke hit mee heeft, vier vrienden. Ja. Daar ben ik wel blij mee. Ja, dat, kijk, zo kan het gaan. Hey, kijk, zullen we het zo doen? Want de mensen zitten op jou te wachten op je nieuwe single. Ik doe even vier vrienden. Ja. Nummer, en dan gaan we drie kwartier naar Kevin luisteren zo meteen. Is dat een idee? Kunnen jullie dat wel aan? Drie kwartier houden we vol dag. En dan gaan wij even luisteren naar die grote hit van Henry van Velsen. Geef een applaus. Vier vrienden met Henry van Velsen. En hij is de eerste grote vriend hier. Hè? Oh! Kom. Jongens, we doen al even lekker mee. Hè? Vier vrienden op een rijtje aan de bar. Na een lange tijd weer samen bij elkaar. Johan woont in Meidrecht en Ed in Emmeloord. Herman in Oudmarsum en Jan nog steeds in Goor. Vier vrienden al een hele leven lang. Gingen na het VWO hun eigen gang. Johan is nu schrijver en Ed heeft op kantoor. Herman is ondernemer en Jan werkt bij het spoor. En een beetje van links naar rechts, jongens, komt hij een beetje dichter, een beetje kaal, maar steeds dezelfde stoere verhaal. Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven en blijven nog vrienden de rest van hun leven. Een beetje dikker, een beetje kaler, maar steeds dezelfde
stoere verhalen. Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven. En blijven ook vrienden de rest van hun leven. Hatsje. Op een rijtje aan de bar. Na een lange tijd weer samen bij elkaar. Vroeger kon je lachen, tomeloos plezier. Zat je aan de bar, hey barman, doe het nog maar vier. Vier vrienden proosten op een mooi moment. Verdrinken zich in blijvend sentiment. Tijd drijft de seconden, vloeiend naar de nacht. Allerlaatste ronde, hun allerlaatste laag. Komt ie! Een beetje dikker, een beetje kaler. Maar steeds dezelfde, zo'n verhalen. Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven. En blijven ook vrienden de rest van hun leven. Een beetje dikker. Een beetje kouder, maar steeds dezelfde stoere verhalen. Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven. En blijven ook vrienden de rest van hun leven. Ja, la 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 la. 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 Een beetje dikker, een beetje kaler, maar steeds dezelfde stoere verhalen. Vrienden van vroeger zijn vrienden gebleven en blijven ook vrienden de rest van hun leven. Hartje! Ja, dames en heren, geef een heel groot applaus.